Dit zijn Wilfried Semmergrans en Benedette Otterschot. Welke veranderingen hebben jullie in de bedrijfsvoering doorgevoerd hier in Marktvelde? Bedrijfsveranderingen. We zijn 7, 8 jaar geleden gestopt met de zeughouderij. We hadden 140 fokzeugen. Daar zijn we mee gestopt. En we zijn gegroeid in het aantal rundveerkoeien van 40, 45 naar 90 stuks. Welke veranderingen hebben jullie op het erf meegemaakt rondom de boerderij, bedrijfswoning en noem maar op? Welke veranderingen? Toen wij getrouwd zijn, net een jaar ervoor is er een nieuwe woning bijgezet voor Bernadette zijn ouders en zijn oom. Bedrijfswoning, ja. Bedrijfswoning is daar bijgezet. En erfverharing, we zijn een aantal kuilplaten voor kuil van mais en gras zijn er meegemaakt en voor de rest is het onderhoud veel gebeurd. Ja, de foxgeur is weggegaan, zeg maar. In plaats is er een jong vistal gekomen. Bij welke werkzaamheden wordt er een loonbedrijf ingeschakeld? Dat zijn best wel veel werkzaamheden. Grasmaaien. Grasmaaien wordt hier allemaal gemaaid. Met de bemesting wordt iedere loonwerk gedaan. Inkuilen, maishakselen. Ja, en meestal wordt er loonwerken wel gedaan. Wat is dat voor een apparaat bij die koe daar aan die poort? Dat lijkt wel een stappenteller, overleg noemen ze dat. Als jongvee ongeveer ruim een jaar oud is, dan krijgen ze een stappenteller om. En dan via de computer wordt dat weggegeven dat hij tochtig is. Dus dan zit een bepaalde beweging in de koe dat hij meer beweegt. En dan geeft de computer via Delta, die organisatie geeft aan, die koe is tochtig. En dan kan die bij de KI. We hebben de melkkoeien hebben we ook allemaal op een apparaatje. En dat werkt heel goed. 7 jaar terug hebben we ook zo'n mesrobot aangeschaft. En die gaat iedere paar uur is ingesteld dat hij de mes. Reed je over de roos en valt de mest in de put. Dan wordt het mooi helemaal hard gemaakt en dat bevalt ook prima. Dan hou je mooi schoon paren over. Het thema van de expositie van Oldepen is vooruit boeren. Dat betekent dus ook in de toekomst kijken. Wordt dat jullie gemakkelijk gemaakt qua regelgeving? Hoe zit dat? Het wordt niet makkelijker gemaakt. De overheid die speelt er steeds meer een rol in van wat er wel en niet moet gebeuren. Van boeien naar buiten of niet naar buiten.